Dag kijkers, welkom bij Herbakker TV. Vandaag de favoriet van Etienne Notteboom. Dag Etienne. Goedemiddag. Etienne Notteboom is een naam in het meetjesland die wel een bel zal doen rinkelen, maar misschien buiten het meetjesland of iets verder in de wereld. Vertel eens kort, Etienne, wat moeten mensen van jou weten? Moeten weten niet zoveel. Ik ben Etienne Notteboom, ik ben 66, geboren en getogen in het mooie Adegem. Mijn beroepscarrière, wat een groot woord, speelde zich af in het onderwijs. Een beetje Nederlands, een beetje Engels, een beetje geschiedenis, een beetje van alles. En in de vrije tijd heel veel tijd gespendeerd aan boeken lezen, aan theater, schrijven, regisseren, kijken, bezoeken in de Herbakker. Heel veel, heel vaak, heel graag. Ja. Dat is zo'n beetje. Adegems Volkstheater, ja. Toch zeker even vermelden. Ja. Maar ook de Herbakker, want je bent een van de trouwste en misschien al langstkomende bezoekers hier. En dat legt onmiddellijk al een link naar waarom jij hier vandaag bij ons in de zetel zit. We vragen in de favoriet altijd om iets favoriet mee te brengen. Dat kan een kunstwerk zijn, dat kan een stukje muziek zijn. In jouw geval gaat het over poëzie. Jij hebt een gedicht meegebracht van Remco Kampert. Ja. Waarom? Toen men mij vroeg om dit hier te doen, dacht ik, mijn allergrootste hobby waar ik het meest tijd in steek ook is theater. Maar toen dacht ik, misschien zijn er wel meer mensen die voor dit programma naar de theaterzaal gaan teruggrijpen. Dus gaan ze iets vertellen over muziek, over optredens, over favoriete groepen of over toneelvoorstellingen. En toen dacht ik, laat ik eens iets doen wat niet zo voor de hand ligt. Hè. En dan maar Remco Kampert. Ik moest eigenlijk niet zo lang nadenken. Er zijn 1000 gedichten die ik graag gelezen heb. Maar er is er eentje wat er echt uitspringt. En dat was iets van Remco Kampert. Ja. Oké, okay. Ja. Dat is Lamento. Misschien kunnen we er eerst naar luisteren. Wil je het voor ons voorlezen? Fantastisch. Het gedicht Lamento van Remco Kampert uit de bundel met de vreemde titel Rechterschoenen. Iedereen zal wel weten dat lamento een muziekterm is en dat betekent klagerig, zoiets. Goed, lamento. Hier nu, langs het lange diepe water, dat ik dacht dat je altijd maar, hier nu langs het lange diepe water, waar achter oeverriet de zon, dat ik dacht dat je altijd maar je ogen en de lucht, altijd maar je ogen en de lucht, altijd maar rimpelend, in het water rimpelend. Dat altijd in levende stilte, dat ik altijd zou leven in levende stilte, en dat jij altijd maar, dat wuivende oeverriet, altijd maar, langs het lange, diepe water, dat altijd maar je huid, dat altijd maar in de middag je huid, altijd maar in de zomer, in de middag je huid, dat altijd maar je ogen zouden breken, dat altijd van geluk je ogen zouden breken, altijd maar in die roerloze middag. Langs het lange, diepe water dat geluk altijd maar, dat altijd maar het licht roerloos in de middag, dat altijd maar het middaglicht je okeren schouder altijd in het middaglicht, dat altijd maar je kreet hangend, altijd maar je vogelkreet hangend in de middag, in de zomer, in de lucht. Dat altijd maar de levende lucht, dat altijd maar het rimpelende water, de middag, je huid. Ik dacht dat alles altijd maar, ik dacht dat nooit, hier nu, langs het lange diepe water, dat nooit. Ik dacht dat altijd, dat nooit, dat je nooit, dat nooit vorst, dat geen ijs ooit het water, hier nu. Langs het lange, diepe water dacht ik nooit dat sneeuw ooit de cipres. Dacht ik nooit dat sneeuw nooit de cipres. Dat je nooit meer. Prachtig, hè? Ja, dat is mooi. Schitterend. Maar een hele boterham. Ja, een hele boterham, ja. En geen enkele grammaticaal correcte zin. Vind ik fantastisch. Dat ja. geen enkele hoofdletter, geen enkel punt. Is dat jou nu zo aanspreekt, ook in het gedicht, dat je met taal tot dat in staat bent? Ja. In een gedicht, vind ik, moet er ook niet al te moeilijk doenerig over gaan vertellen, maar waar gaat een gedicht over, kan daar nooit op antwoorden. Allee, soms wel, er bestaan vertellende gedichten, verhalende gedichten, maar dit is pure muziek. Hè. Ik
Ik vind dat je daar nummertje van Leonard Cohen moet bijhoren. De Tacoma Trailer. Cohen heeft bij mijn weten maar één... Ik ken toch maar instrumentaal, één instrumentaal nummertje op de piano. Ergens op het laatste nummertje van zijn The Future CD. En dat is het. Dat is net hetzelfde sfeertje. Zo dat, ja, dat klagerige. De, ja. Ja. Het troostende van muziek en het troostende van poëzie. Dat is het eigenlijk. Hè, beetje. Waarom kies je voor Remco Kampert? Is dit voor jou iemand die je ontdekt hebt? Ja, wel ja. Iedereen van mijn generatie toch, dacht ik. Wanneer je 16, 17 bent, dan ga je op zoek. Dan ga je zelf ook hele papieren volschrijven met gedichten die achteraf gelukkig in de prullenmand belanden. Ja. Maar dat was toen de tijd dat de vijftigers, de experimentelen met hoofdletter, volop in waren. Gerrit Kouwenaar, Jan Hanlo, Remco Kampert, al die knapen. Hugo Claus en Paul Snoek, mag de Vlamingen niet vergeten. Huuk Pernat, fantastische kerel. Zo'n beetje... Toch wel, hoe noemen we dat? Hermetisch, vrijgesloten. Ja, ja. Niet altijd even makkelijk. Vandaar ook veel dingen die wij lazen en waar dat wij verschrikkelijk indrukwekkende dingen over vertelden. Maar Remco Kampert was er één. En het leuke, of het boeiende, is al die namen die ik hier noem. De overgrote meerderheid is al lang naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. Ja. Maar hij leeft nog. Schrijft nog. Ja. Hij is 91 en hij schrijft nog, hij publiceert nog altijd. Dat vind ik wel... Ja. Dat is mooi. Als het over literatuur en poëzie gaat, zijn er Meetjeslandse schrijvers waar jij naar opkijkt of waar jij zegt van... Meetjeslandse schrijvers. Als we in de poëzie blijven, schiet me eigenlijk maar één naam te binnen. Ik herinner me dat we ooit op een gedichtendag in het andere cultureel centrum in Adegem Peter Teunink aan het woord hoorden. En die maakt ook dingen die ik echt wel heel, heel erg boeiend vind. Voor de rest ken ik eigenlijk weinig. Ik ken wel veel schrijvers van karamellenversen die hun eigen poëzie dan op borden in de bossen komen ophangen. Maar daar heb ik niet zoveel boodschap aan. Maar Peter Teunink heeft me wel... Maar als we naar schrijvers in de bredere zin van het woord, dan... een jeugdkennis, een jeugdvriend van mij is Guido van Eulendonk. En daar heb ik alles van verslonden. Ja, ook niet altijd even makkelijk, maar nee. Altijd ongelooflijk knap verwoord. Ik vind dat... Ja, eigenlijk een miskende schrijver. Gelukkig heeft hij ooit eens de Gouden Uil gewonnen. Maar bij het grote, brede publiek te weinig bekend, vind ik. Oké, goed. Maar je hebt hem nu toch alvast een open doekje gegeven, wat al mooi is. Als we breder gaan naar het Meetjesland kijken, los van die schrijvers, zijn er andere artiesten waar jij van vindt dat die toch wat meer zouden moeten gevolgd of waar men wat meer aandacht mag aan besteden? Ik zou nu echt de chauvinist kunnen uithangen en iets vertellen over het Adegems Volkstheater. Ja. Maar ik ga dat niet doen. Het is bij deze al gebeurd, maar goed. Ik ga dat niet doen. Ja? Ik ga gewoon zeggen, volgend jaar spelen we weer. Oef, okay. Gelukkig. Ja. Ja. Nee, de meest eigenzinnige... Muzikanten, dat moet toch wel Karen Willems zijn, denk ik. Ik heb ze bij de voorbereiding van dit hier nog eens ge-youtubed, om dat lelijke woord te gebruiken. Ook niet de meest toegankelijke muziek, maar wat zij met percussie doet en daarnaast ook nog wat zij voor interesses heeft op brede culturele vlak. Dat is een heel, heel eigenwijze, eigenzinnige madame, waarvan ik zeker ben dat ze het nog ver gaat brengen. Ja. We hebben haar hier ooit eens, vorig seizoen denk ik, hier op dit podium gezien, in de productie met Charlotte van der Meers over Buzz Aldrin. Ja. Ja, ja. Het ging toen technisch wat mis, denk ik mij, maar als Karen Willems, die gooit zich bijna letterlijk op haar drumstel als die percussie speelt. Ook een beetje poëzie op haar, op haar percussie, vind ik. Ja, hè? Ja, toch ja. Wel? Ja, dat is geen drummer, hè? Dat is een percussionist. Nee, het is echt een percussionist. Dat is een percussionist. En zelfs op haar drumstel, denk ik, doet ze dingen die een normale drummer niet doet. Ja. We hebben het over voorstellingen hier even. Wat blijft jou van alle voorstellingen die je in jouw tot nu toe al redelijk lange leven gehad hebt, het meeste bij, Etienne? Ik denk dat wij, Christine en ik, een abonnement hebben van het tweede of het derde seizoen hier in de Herbakker. Dat is toch al een poosje geleden. Ja. Goh, ik zou, als ik er niet één voorstelling, maar één artiest, dat is Peter de Graaf. Ik weet niet hoeveel keren dat we hem gezien hebben. Eén keer
is die mij een klein beetje tegengevallen. Het kan ook liggen aan het feit dat zijn medespeelster toen wat verkouden was. Ik weet het niet meer. Maar die man kan u van uw sokken blazen. Ik herinner mij, de allereerste keer was in de voorstelling Niks, de monoloog die hij zelf geschreven had. Ik had die man hier nog nooit gezien. En het duurde bijna 5 of 10 minuten voor hij iets zei. Zat hier op een stel paletten in een druipende regen. En wanneer die begint te praten, die heeft een ongelooflijk vreemde, hoge, wat schrille stem. En dan nog met zwaar Antwerps accent. Ik dacht, moeten we daar een uur naar luisteren? Maar na een uur zit je aan je stoel geplakt. Hè. En dat is bij die volgende voorstellingen ook. Ik vind dat een van de meest fenomenale acteurs die wij hebben. Ja. Ja. Nog altijd. Dus we kijken er naar uit om hem terug de volgende keer weer te zien. Zeker weten. En kom je dan als zelf theaterschrijver, acteur, regisseur met een andere bril in die zaal zitten? Kan jij onbevangen naar een voorstelling kijken zonder jezelf te veel let op? Ja en nee. Ik zeg altijd ook, als we naar beroepstheater gaan, maar naar amateurtheater ook, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel reageer ik van, verdomme, ik zou er graag tussen staan. Ofwel zeg ik, ik ben blij dat ik daar niet tussen sta. Dat is zo. Maar natuurlijk, als ik naar Peter de Graaf kijk, dan kun je er alleen maar veel respect voor hebben. En van leren ook. Ja, ik denk dat bij iedere voorstelling mij toch onbewust, of bewust, maar onbewust zeker, aan het stelen met uw ogen. Hè. Ja. Ja, daar ben ik zeker van. Ja. Okay. Ja. En dat heb ik veel minder met muziek bijvoorbeeld. Ik kom zeker de laatste jaren minder en minder naar optredens. Ik heb daar niet zo veel mee. Veel minder dan met theater. Ja. Oké. Okay. Ja. Zo is het goed dat we allemaal een beetje verschillend zijn. Gelukkig. Ik heb nog één vraag waar je misschien 3 kwartier kan over babbelen, maar je moet het in een paar zinnen zeggen om af te ronden. We hebben het over poëzie gehad, maar schoonheid in het algemeen, wat is schoonheid? Wat betekent schoonheid voor jou? Of het nu over beeldende kunst gaat, of muziek, of theater, of literatuur, geschreven of gesproken, het moet iets doen met mij. Het mag mij kwaad maken, het mag mij liefst ontroeren, het mag mij opjutten, het mag mij opstandig maken, het mag rebelleren, maar het mag niet niets doen. We hebben ook wel eens voorstellingen gezien waarvan we zeggen, oh, goed, ja, technisch knap gemaakt, oké, maar ik ga naar huis of ik ga buiten en wanneer ik hier beneden bij Eddie aan de toog zit, ben ik het al de helft vergeten. Oh, oké, ja, nee, het moet iets doen, moet u vastpakken, ja. Okay. Ja, moet u schudden. Ja. Mag u ook doen lachen? Dat is misschien wat minder gebruikelijk hier, maar toch wel. Ja. Oké. Ja. Mooi. Je hebt ons ook even vastgehaald. Waarvoor dank. Graag gedaan. Dit was de favoriet van Etienne Notteboom.